Tosca Ragas is de meest bekende naam onder de deelnemers van Wie is de Mol dit jaar? Maar dat betekent niet dat ze alle andere kandidaten ook kende. In een interview met Superguide vertelt de presentatrice dat ze sommige van hen moest opzoeken op internet. Ik had geen idee wie ze waren. De BNR-shows van tegenwoordig zijn gevuld met B en C sterren, omdat de echte grote namen al lang zijn opgebruikt of geen zin hebben om mee te doen. Tosca Ragas is dit jaar de uitzondering op de regel. Wist zij wel wie de andere deelnemers waren? Nee, geeft ze toe in Veronica Superguide. Veel kandidaten worden pas bekend bij het grote publiek als ze meedoen aan zo'n show. Elk jaar, als de witte kandidaten worden onthuld, zegt iedereen: nou, ik ken er maar vier. Herkende jij alle deelnemers voordat je ze zag? vraagt Superguide aan de presentatrice. Nee, zegt Tooske. Ik moest er ook een paar goochelen, hoor. Je krijgt de namen net voordat je vertrekt. Dus je hebt dan even de tijd om te kijken wie wie is. Ik kende er een paar, maar bij sommige kandidaten dacht ik, oké. Okay, en wie ben jij? Tooske vindt de BN-status eigenlijk niet zo belangrijk. Het leuke is, wat iedereen in Nederland doet, maakt niet meer uit zodra je in het spel zit. Dus het was voor ons in Mexico helemaal niet relevant hoe vaak iemand op TV komt. Hoe heeft Tooske haar afwezigheid verantwoord aan de buitenwereld? Nou, ik moest wel een goed verhaal hebben, want als presentator van Show News zit ik natuurlijk in het epicentrum van de roddels. Tooske merkte ook wel wat argwaan, zegt ze. Mensen van de redactie zeiden, jouw naam staat wel heel vaak in die lijstjes. Ik, ja, mijn naam staat altijd, overal, op elk lijstje. En dat is zo. Ik word ook elke week genoemd bij de mestzinger. Dus ik zei, het is juist verdacht als ik niet word genoemd. Ze lacht, toen geloofden ze me en lieten ze me met rust. Geweldig dat dit zo goed is gelukt! Het nadeel is alleen dat niemand me ooit nog vertrouwt.